Hi, mijn naam is Richard en mijn hobby is barbecuen. En we gaan vandaag de barbecue aansteken. En dan gaan we zo meteen even wat lekkers maken. En dan neem ik jullie mee in de wereld van barbecue. Nou, we gaan vandaag gyros maken. Ik maak van procureur. Ik maak eerst even een rub. En een rub is de smaak die je op het vlees aanbrengt. Zodat je het erin kan trekken. En dan gaan we zo meteen gaan het vlees ermee inwrijven. Rub, wrijven. En dan gaan we lekker op de barbecue gaan wat grillen. Als deze klaar is, dan ga ik het vlees een stuk snijden. En dan gaan we het vlees inwrijven. Nou, onze marinade is klaar. Dus nu kunnen we met vlees aan de gang. Hoe ben ik bij de hobby gekomen? Ik had altijd wel een barbecue, maar dat was een gasbarbecue. En was ik wel veel mee bezig, vond ik altijd leuk. Maar gewoon een gasbarbecue, meer niet. Totdat een maatje van mij vroeg van, kun je met mij meegaan naar een barbecue festival? En gaan we leuke dingen doen daar. Nou, ik ben mee daar naartoe. Ja, dat was één grote barbecue walhalla, grote smokers, grote lappen vlees aan het stuk. En daar is letterlijk en figuurlijk het vonkje overgeslagen. En in de weken daarna heb ik een barbecue gekocht. Ben ik langzaamaan gaan experimenteren. En op een gegeven moment de gasbarbecue de deur uit. Ja, en op een gegeven moment loopt het letterlijk en figuurlijk uit de hand. En dan is dit je barbecue en heb je nog meer barbecues. En ben je zelfs een bedrijfje erin gestart. Nou, we gaan beginnen met het opbouwen van het spit. Want we gaan stukken vlees gaan we aan het spit rijgen, letterlijk en figuurlijk. En dan gaat het zo meteen op de braai, dan gaat het ronddraaien. Gyros is namelijk Grieks en de letterlijke vertaling van gyros is draaien. Steeds gaat lekker draaien, gaat het vlees gaat garen. En dan hebben we zo meteen een heerlijk broodje gyros. En wat vindt jouw familie van jouw hobby? Nou, vooral erg lekker denk ik. Ik vind dit natuurlijk erg leuk om te doen, dus ik probeer zoveel mogelijk lekkere dingen op de barbecue te maken. De kinderen vinden het soms niet altijd even lekker, want ja, er zitten er een paar bij die houden niet van rood vlees. Dat moet gewoon doodgebakken zijn. Dus ja, dat is af en toe een beetje zonde. Dus ja, dan flikker je maar een frikandelletje erin of zo. Dat is hem. Gaat hij op de barbecue? Nou, het vlees hangt aan het spit. Het draait mooi lekker. Het kan nu lekker rustig aan gaar worden. Wat is het allerbelangrijkste bij barbecuen? Het allerbelangrijkste bij barbecuen is twee keer klikken met de duim om te weten wat hij doet. Zo, nou de gyros is klaar. Die heb ik nog heel even in de grill gedaan, de grillpan gedaan. Nog eventjes lekker een krokantje krijgen. En wat gaan we nu mee doen? Gaan we lekker een broodje maken en dan gaan we lekker opeten. Nou, we zijn klaar. Kom je eten?